De Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij in Hoek van Holland is dringend op zoek naar nieuwe opstappers. Het reddingsstation kampt met een dreigend tekort omdat een aantal vrijwilligers de maximumleeftijd voor het mogen meevaren op een reddingboot binnenkort bereiken. Met name tijdens kantooruren dreigt een ernstig tekort ontstaan de komende jaren. We hebben best wel een behoorlijk team van 23 mensen, maar de meeste van die 23 mensen zijn tijdens kantooruren niet beschikbaar, wel tijdens de avonden, nachten en de weekenden. Maar juist omdat we de komende jaren toch een tekort verwachten op de doordeweekse dagen, van maandag tot en met vrijdag, tussen 8 uur 's morgens en 7 uur 's avonds, zijn we met name inderdaad op zoek naar mannen of vrouwen die beschikbaar zijn, wonen of werken in Hoek van Holland. Om je aan te melden is het handig wanneer je over zeebenen beschikt. Ja, een paar zeebenen is natuurlijk meegenomen. Toch wel een beetje affiniteit hebben, denk ik, met water. Maar ook als je denkt van, nou, het lijkt me leuk, kom eens een paar oefenmiddagen meedraaien, kijk in de praktijk of het bevalt. En als het van beide kanten bevalt, dan moet je gewoon lekker blijven hangen en dit vrijwilligerswerk gaan doen. Als je eenmaal bent aangenomen, ga je een traject in. Dan ga je een aantal oefenmiddagen meevaren. We oefenen dit eerste half jaar op de zaterdagmiddagen. Nou, vind je dat leuk? Dan ga je gewoon wat vaker mee. Krijg je een pak, ga je ook wat handelingetjes doen. Dan denk je van, nou, het blijft leuk gaan een half jaar of een jaar. Dan gaan we dus inderdaad namens de KNRM hebben we gewoon een opleidingentraject instellen van een ongeveer 3 jaar, waarin je gewoon een aantal basisvaardigheden en met name veiligheidstrainingen moet volgen. Wat te doen mocht je geïnteresseerd zijn in een functie bij de Hoekse KNRM? Kom dan rustig eens langs in ons bemanningsverblijf aan de Berghaven op een zaterdagmiddag tussen 5:30 en 6:30. En dan kunnen ze gelijk eens kennis maken met de bemanning, alles vragen wat ze weten willen en misschien krijgen ze al een uitnodiging.